De mooiste momenten van directeur zijn voor mij zijn niet die grote momenten die er zeker zijn. Dat zijn die kleine momenten, zoals iemand die ooit bij u op school gezeten heeft en die je jaren later tegenkomt en die zegt: u hebt toen dit of dat tegen mij gezegd en dat heeft mij anders doen denken over bepaalde zaken. Dat heeft mijn leven veranderd en ik wil u zeggen, ik wil u daar dankbaar voor zijn. Wij willen allemaal een steen in de rivier verleggen en dan voel je in het leven van die mens heb ik een steen verlegd. En ja, dat zijn fijne momenten. Wat ik gedaan heb, is niet voor niks geweest. Ik heb minstens één mens geholpen.